glimmende motorkappen, dure velgen en vooral ronkende motoren. Voor het eerst wordt de Flevo Auto Show gehouden in Lelystad, op het testterrein van de RDW. We kennen Fast and Furious allemaal, dus het is wereldwijd bekend. Maar ja, het is best bijzonder in Nederland dat je dit soort evenementen voor elkaar krijgt. Omdat in verband met geluid, zoals je hoort, in verband met veiligheid en te veel mensen die eigenlijk niet weten wat ze doen, is het gewoon moeilijk om vergunningen te krijgen. Dus daarin is het bijzonder. Hier staan niet alleen oldtimers of Amerikaanse lowriders. Op dit evenement is alles welkom, van groot tot klein. Ik heb hier een Corvette C5 staan. Daar is eigenlijk een hoop aan aangepast. Onder andere verlichting, wielophanging, motoren is hier ook aangepast. In de loop der jaren heb ik auto-onderdelen gekocht. En dan wel altijd het beste van het beste. Dus geen goedkope rotzooi. Het moet functioneel zijn en het moet er goed uitzien. Dus dat moet altijd een verbetering zijn van het origineel. Op een ruim 400 meter lange baan worden drag races gehouden. De regels zijn simpel. Ga alsmaar rechtdoor en de snelste auto wint. Het is warm, gezellig. Ja, goed te doen. Je zegt het is warm. Je kan een eitje bakken op de motorkap, lijkt me. Ja, inderdaad. Het is eigenlijk warm rijden is niet nodig. Dat gaat met de zon gaat het goed, zeg maar. Ze verwachten zo'n 3000 bezoekers. Het is de eerste editie van de Flevo Auto Show, maar als het aan de organisatie ligt, volgen er snel meer. Het is voor mensen even wennen. Het is voor mensen wennen van hoe is de locatie, hoe ziet het eruit, hoe gaan we naar het parkeren, dat kennen we nog niet. Waar lijnen we op om te racen, waar kunnen we staan. Het is voor iedereen nieuw. En dan merk je wel dat het in het begin een beetje stroef is. Maar verwacht de Flevo Auto Show hopelijk volgend jaar weer te doen. Dus we zijn nu in gesprek en het ziet ernaar uit dat de andere partijen daar ook interesse in hebben.